both the United Nations and in some sense for the European Union. So they both approximate Kantian ideas of what a world peace order could look like. And so I think it's obvious that today these are important. Goedenavond allemaal en welkom in de Bali. Mijn naam is Veronica Baas en ik ben hier programmamaker. Maar zoals ik zei, we waren een beetje overvallen door de populariteit van Kant vanavond. En niemand zal Kant ervan beschuldigen een obscure filosoof te zijn. Maar het is toch zeer verheugend dat er zoveel interesse is. En het zal u allemaal niet ontgaan zijn, dat is omdat we nu het 300ste geboortejaar vieren. Of in ieder geval daarbij stilstaan. Er zijn weinig filosofen die zoveel impact hebben gehad op zoveel gebieden. En dat betekent ook dat we Kant onvermijdelijk en de critici van Kant ook onvermijdelijk tekort gaan doen vanavond. Maar de invalshoek die we gekozen hebben is de vier vragen die Kant ooit ofwel zelf heeft geformuleerd of in zijn werk heeft beantwoord. Namelijk, wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat is de mens? En waarop kan ik hopen? Waarop mogen we hopen? And then I will switch to English because we have a German scholar here, and that's how these things work today. We are very honored to welcome Markus Wilaschek. He's a leading international Kant expert and a professor of modern philosophy at the Goethe University in Frankfurt. He's a chairman of the Kant Committee, which means that he's responsible for all the academic publications of Kant's own writings. He's here in the Netherlands today because of the Dutch publication of his book, Kant, de revolutie van het denken. I've asked Professor Wilaschek to introduce Kant's thought by using his first and maybe his most important question, what can I know? May I have a warm applause for Markus Wilaschek. I've been asked something not quite difficult, namely to start with the most abstract of the famous Kantian questions. What can I know? Now, Kant introduces the first three of the questions, what can I know, what should I do, what may I hope for, in the Critique of Pure Reason, most probably his most complex and difficult work to understand. And it's a book that is difficult to understand also because it deals with metaphysics and mathematics and all kinds of knowledge. But really, the point of these three questions Kant there asks is much broader than it first might seem. And the questions are in other ways much more specific than they might seem. So, this is Kant's positive answer to the question, what can we know about the world? We can know that the world must be in space and time. We know that it must have a certain kind of structure, for instance, that there are things that can change, or that there are causes and effects, and many other things. And we can also, because of that, also know empirical things about the world, such that we are now in Amsterdam, or that human beings evolved in the course of evolution, and many other things, or that planets are moving this way or that way. These are all things we can know. So that's the one part of Kant's answer. But there's another part, and that's the negative one. The negative part is the answer to the question what we cannot know. And the fundamental point is what Kant argues, we cannot know whether God exists or whether God does not exist. Why? Because God, at least this is how Kant sees it, and the tradition sees it, because God is not in space and time. We just learned that all we can experience must be in space and time, but we can't experience God. We can perhaps indirectly infer his existence, but Kant says that doesn't work either. Because nothing in the world is such that it is only explainable if we assume that God exists. So we don't have any positive argument for the existence of God. So this is the negative answer. The negative answer is we have knowledge, we even have knowledge a priori, but it's not knowledge about God and also about
our immortal souls. We don't know whether we have one or we don't. Now, this may look like a very bleak response to Kant's original question. Kant wanted to know, okay, what can we know about God? Perhaps we need to rely on God's help in order to realize a better and just world. But Kant doesn't stop there. So he does say we cannot know whether God exists, but he also says we cannot know that God does not exist. And this is, Kant very famously then says, I had to restrict knowledge in order to make room for faith. So his point is, precisely because we cannot know whether God exists, it is possible to believe in the existence of God. So this book came out last year, and there's a long build-up to this 300-year birthday of Kant. Why do you think his work still resonates so much? Are you surprised by the attention he's getting? Well, to be honest, I am a bit surprised. Yes, I hadn't expected that. I had expected some interest, of course, in Germany, where Kant is something like a state philosopher. I mean, this is an exaggeration, but as you may have heard, the German chancellor gave a speech on Kant's birthday, and so in Germany, I did had expected that. But for instance, and this is I'm so happy about in the Netherlands being so much interest in Kant. I mean, it's just a wonderful thing. No, I hadn't expected that. But your question was why could that be? And I think the reason is that Kant's philosophy has many, many aspects that are highly relevant today. One of them I just talked about, but this is fairly abstract, but there are much more concrete things. For instance, Kant is one of the big champions of enlightenment, the idea that you have to think for yourself, that you have to think critically. And of course, this is something I think more important than ever if we think about fake news in the social media and everything. Thinking for oneself, building your own rationally grounded judgment is something that is as important as it ever was. And there are, of course, many other aspects. Just let me mention one more thing. Kant was the great theorist of perpetual peace, which means a world peace order, and he something like wrote the map for both the United Nations and in some sense for European Union. So they both approximate Kantian ideas of what a world peace order could look like. And so I think it's obvious that today these are important issues where we still can learn from Kant. Do you consider yourself a Kantian? Thank you for the question. No, I don't. I mean, this is something some of my colleagues find very irritating. Both I assume they're Kantians. I think even more so the non-Kantians. Mm. So my colleagues who work in other fields of philosophy, they always think, yeah, okay, you as a Kantian, I know what your answer will be. And I say, no, that's not my answer. That's Kant's answer. It's not my answer. And I think already in this brief presentation, I indicated that I think we have also to think for ourselves with respect to Kant. So I'm not convinced by Kant's argument for the need to believe in God in order to be a morally sane person. But of course, there are many other things. Something that has been a big issue in Germany in last years is Kant's racist statements, but also many aspects of his philosophy where I'm not myself convinced that he has the right answer. What I'm almost always convinced is that he has the right questions and that he has very interesting things to say, even where he goes wrong. So how does he approach this question? Like the what should I do? You say, yeah. I should act morally. Yeah. How do we approach that? Yeah, so I think Kant himself, when he formulated these three questions in the Critique of Pure Reason, which was published in 1781, didn't yet have the full answer to that.
The answer only, he came to the answer only 4 years later in his most important ethical work, The Groundwork for a Metaphysics of Morals, in which he formulates the famous categorical imperative, which says something like, you should act on maxims, that is, rules for yourself, of which you can wish or want that they are universal laws, that they hold for everyone. So the idea is you should act in such a way that you can be okay with everyone acting in the same way. And you can be okay in a rational way. It's not only idiosyncratic for you, it's really good if everyone would act that way. To put it the other way around, if you think other people shouldn't do that, you shouldn't do it yourself. So that's the basic idea of the categorical imperative. And that's, in this sense, the answer to the question, what should I do, is even more straightforward and simpler than the other answers, because it's one sentence. Act on maxims that can be universal laws. Yeah, but he does have different formulations of it, right? Yeah. And one, I think it's the second formulation, talks about humanity and about human dignity. And that is, you also mentioned the debate last year in Germany, where for Kant, this human dignity is really intrinsically tied to being a human being, and being a rational being. And at the same time, he has these opinions that doesn't acknowledge everyone for being a human being, being racist, being sexist. So that is one of the things you describe in your book as well. Like, how should we look at that? Well, first of all, I mean, this is one of the points where we, I think, must state very clearly that Kant was wrong, that he erred. I mean, maybe in understandable ways, maybe not. I mean, that's a difficult issue, whether you should somehow exonerate someone in his time from having those views. I think I wouldn't go that far, because Kant could have known better. He knew people who weren't racists. He knew people who fought for the equality of men and women, and Kant simply was not convinced by their arguments. So, but then, on the other hand, Kant has long been dead, and so there's no point in, I mean, morally judging him. That's not my issue. The interesting issue is the philosophical and political one. And here, I think the fundamental point, Kant is a universalist. Kant thinks that everyone, let's put it that way, has human dignity and should be respected. How can he then say something about non-white people or women that at least suggests that he thinks that they do not have the same kind of moral standing as maybe white men have? And the answer is that Kant works with two different conceptions of humanity. Humanity sounds dangerous. Yes, and humanity for Kant, and this is an important aspect of his argument, is to be someone who has the capacity for rational thinking. And it is that makes it, that allows Kant to say that everyone who rationally thinks must recognize, for instance, the categorical imperative. But this concept is not identical to the concept of a human being as part of the species, Homo sapiens sapiens. And so because there is at least a possible distinction between the two, Kant can say something like, well, there may be people in the world who belong to the species of humans, but they either in principle or at least as of now have not fully developed their capacity of rationality and therefore do not have the same moral status. And of course, that is a deep problem. And I think it's not only a problem for Kant. It's a problem for everyone who grounds morality in rationality. And for instance, Jürgen Habermas, famous German philosopher, does it in some way, or my good friend Rainer Faust, who is one of the most important students of Habermas, they also think that it's something like
rationality or the capacity to participate in a discourse, in a free and equal discourse, that is the basis for moral standing, for being someone who has moral dignity. But what then about people who can't participate in a discourse? So that is, it's a philosophical problem. And I think it still hasn't been solved in a satisfying way. So my point with respect to Kant is, we shouldn't judge Kant on this point. We should accept that he has pointed us to a really deep problem that still isn't, to my mind at least, satisfactorily solved. What I found just breathtaking was that wherever I looked more closely than I had done before, I found something interesting. So for instance, I'm not knowledgeable in education studies, but I for the first time in 30 years, I guess, I reread Kant's On Pedagogy. And it's so wonderful. It's such a great book. And the central point, education for Kant is, children must learn to think for themselves. That's the main point. Not somehow in imbibing knowledge and learning things by rote, but rather to learn to think for themselves. And so I think that's in the end what most fascinates me in Kant. Dan wissel ik nu weer naar het Nederlands en dan wil ik graag Rosanne Hollack naar voren vragen. Zij is filosoof, schrijver en redacteur op de boekenredactie van NRC Handelsblad, waar ze ook die fantastische Kant-special van 2 weken geleden coördineerde. En voor vanavond heeft zij zich gebogen over de vraag, wat is de mens? En ze richt zich vooral ook op de vraag, wat voor mens Kant zelf was. Rosanne Hollack. Wat de mens bereid is van zichzelf te maken, daar gaat het over. En vooral dat laatste is interessant, aangezien het verwijst naar die eerste veelzeggende zin uit de antropologie. En dat is dat de mens zich zijn ik kan voorstellen. Want wat betekent dat eigenlijk? Volgens Kant kunnen we de mens zien als een met reden begiftigd dier. Maar daarmee geeft hij nog geen antwoord op de vraag wat de mens met de ratio moet aanvangen. Want die kan ons ook danig in de weg zitten. En helemaal aan het begin schrijft hij ook, de mens kan zich zijn ik voorstellen en dat verheft hem oneindig hoog boven alle andere op aarde levende wezens. Waar Marcus Wilicek het ook al over had. En hij beschrijft hierna hoe opmerkelijk het is dat een kind dat al aardig kan praten, toch pas tamelijk laat begint ik te zeggen. En wijst erop dat deze verandering grote gevolgen heeft. Hij zegt, vanaf de dag dat de mens ik begint te zeggen, haalt hij zijn geliefde zelf tevoorschijn wanneer hij maar kan en blijft zijn egoïsme onstuitbaar groeien. Je zou denken, gezien Kant's opmerking over die groei van het menselijk egoïsme, dat het dus eigenlijk hopeloos gesteld is met de mens. Maar, zo stelt Kant, die ruwe natuur die kan worden bijgeschaafd. Het besef van een ik kan ook ten goede worden aangewend. Hij zegt, de mens is er door zijn reden toe bestemd om sociaal met andere mensen te verkeren en zich door kunst en wetenschap te cultiveren, te civiliseren en te verzedelijken. En hoe groot zijn dierlijke hang ook mag zijn om zich passief over te geven aan de verleidingen van een aangenaam leven wat we meestal als geluk zien, toch is het de plicht van de mens om actief in een voortdurende strijd met de belemmeringen die het gevolg zijn van zijn ruwe natuur, zijn humaniteit waardig te maken. Kortom, de mens moet opgevoed worden tot het goede. En ook al gaat dat dan vaak mis, want een opvoeder kan natuurlijk ook weer een ruwe natuur hebben, dus dan kom je wel in een hele ingewikkelde situatie terecht, toch is hij hoopvol. Want de mens is, in tegenstelling tot het dier, in staat zijn eigen karakter te creëren. En dat uitgangspunt heeft hij ook zeker op zichzelf weten toe te passen. En dat maakt dat ik naast de vraag, wat is de mens, eigenlijk nog een andere vraag wil stellen. En dat is, wat is dan de filosoof? Hoe dan ook, overduidelijk is dat Kant zonder zijn ijzeren discipline nooit zo'n ongelooflijk productief leven had kunnen leiden. Of zoals Groot in het hoofdstuk Het Dagelijks Ommetje concludeert. Wat zo indrukwekkend is bij Kant, is zijn onbuigbare discipline.
elke dag die wandeling als een begeleiding en symbool van de uren die elke dag aan werk worden besteed. Elke dag een bladzij die moet worden geschreven, een gedachte die moet worden ontwikkeld, een bewijs dat moet worden aangevoerd. Een bewijsvoering die moet worden opgebouwd. En aan het eind een reusachtige oeuvre. Dus mijn antwoord op de vraag, wat is de mens, leidt in dit geval naar de kwestie, wat is een filosoof? En in het geval van Kant heeft hij zichzelf een extreme mate van civilisering en disciplinering opgelegd, zodat hij met zijn ratio inderdaad oneindig hoog boven andere wezens zich kon verheffen. En daar plukken wij nu nog de vruchten van. Ik dank u wel. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. Waarop mogen we hopen? En daarvoor wil ik graag aan tafel vragen Koen Simon en Joke Hermsen. Willen jullie naar voren komen alsjeblieft? Dan kan ik jullie goed introduceren. Koen Simon is filosoof, schrijver en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. En aan mijn andere kant heb ik Joke Hermsen, filosoof en schrijver. Ze promoveerde aan de Universiteit Utrecht en schreef meerdere soms historische romans. En 5 jaar geleden schreef zij Het Tij Keren met Hannah Arendt en Rosa Luxemburg. En dat was het antwoord op de vraag, wat mag ik hopen? Geïnitieerd door Koen en Frank Meester. Koen, hoe hopen klinkt ook iets passiefs. Van we hopen maar dat het goed gaat aflopen. Hoe kijk inderdaad, je daarnaar? Het onderscheid dat Joke maakt aan het begin, namelijk dat zij eigenlijk niet zoveel heeft met de goddelijke kant van Kant. Dat is pas de eerste pas keer. De eerste keer inderdaad. dat is interessant. Ik denk dat theologisch geen juiste kwalificatie is van het denken van Kant op dat punt, omdat hij juist laat zien wat je wel en wat je niet kunt zeggen over God. Je kunt er eigenlijk alleen maar in geloven. Ik denk dat er een soort midden is tussen het luchtfietserij waar jij bang voor bent, naar aanleiding van de hoop van Kant, en de hoop op een betere wereld, zoals jij die liever ziet. Dus ontdaan van, is eigenlijk geseculariseerd en dan toch proberen er wat van te maken, laat het zo maar zeggen. Daar staan wij voor die vraag. En dat is een hele lastige vraag, want kan je dan nog wel hopen? Ik denk dat als je... Waarom niet dan? Waarom zou je dan niet meer kunnen hopen? Als die niet door goddelijk... Goddelijk niet zozeer, maar nou ja, goed, laat ik zeggen... Je kunt door in een horizontale lijn van de hoop denken. In de tijd, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Daar zit al meteen het probleem, de tijd. Want die hebben we niet, maar even... Vanavond niet. Maar laat ik eerst eventjes ingaan op dat verschil tussen het zogenaamd goddelijke of hopen. De hoop wat meer in de eeuwigheid, wat meer aan de eeuwigheid hangt, dan het hopen op een betere wereld. Het hopen op een betere wereld heeft het gevaar in zich dat het een bestelling wordt. Dus het verschil tussen hopen en willen is heel groot. Als ik hoop op een betere wereld, dan, en dat is interessant bij hopen, hopen is eigenlijk het enige verlangen dat al vervuld wordt in het verlangen zelf. Want ik hoop op een betere wereld en ik voel me al meteen een stukje beter. Maar zonder dat die... Subjectieve uitspraak. Dat is eigenlijk hoop doet leven. Dat is waar het vandaan komt. Dat je dus de mogelijkheid hebt om even uit het ellendige nu te stappen met een verhaal of noem het maar op. Daar heeft Blog het ook over. Het gaat heel sterk over het narratief van die hoop. Maar een bestelling, dus als ik een biertje bestel en die komt niet meteen, dan ben ik chagrijniger. Dus als ik een betere wereld bestel, of als ik op een betere wereld hoop, dan kan ik alweer even vooruit. Maar als ik op een biertje hoop, kan ik niet vooruit als die pas komt zodra de wereld beter is. Kortom, er is een groot verschil tussen hopen en willen. En op het moment dat je van hoop een project maakt, ook een politiek project, dan komt de wil erin. En dan wordt het een probleem. En dan ontneem je mensen ook de hoop.
Dus als ik het goed begrijp... Dus die passiviteit is juist heel belangrijk, inderdaad. Ja. Jij zegt eigenlijk, door het politiek te maken... en het een gezamenlijk project te maken... dat is eigenlijk staat haaks op het hopen. En jij zegt, de hoop kan alleen maar ontstaan in de... Nee, die gezamenlijkheid vind ik wel belangrijk. Ik begrijp helemaal niet waarom die hoop verticaal... alleen maar verticaal gedacht zou moeten worden. Ik geloof dat helemaal niet. Waar hoop jij op? Nou, ik weet het niet. Ik zou die hoop veel liever als een... Nou ja, als een horizontale as van de tijd zien. We zijn in de tijd verankerde wezens. Dus wij als mensen kunnen nadenken over het verleden. Over wat daar mooi aan was, aan tradities. En of wat daar gruwelijk aan was, aan geweld en uitsluiting. En met die kennis die kunnen we, als het ware, in een soort in het heden aanzwellend moment van hoop naar de toekomst dragen. En als daar dan ook met behulp van onze verbeeldingskracht en creativiteit en de politieke, de uitwisseling, de dialoog, zoals die net geschetst heb, nou ja, het onverwacht nieuwe zich daar aankondigt, dan loop ik toch veel warmer voor zo'n concept van hoop dan voor het Kantiaanse, eigenlijk louter religieuze. Het is niet religieus. Het is niet religieus. Ja. Dat is gewoon echt niet wat het is. Hij vult het ook niet. Ik zou er geen ander woord voor kunnen verzinnen. Hij vult het ook niet religieus in. Daar komt geen bij in zijn werk. En als hij het heeft over hopen, dan komt daar helemaal geen religie aan te pas. Maar even los daarvan, laten we verticaal en horizontaal. Ik ben het helemaal met je eens. Wat mij betreft hoeft dat ook niet verticaal. Overigens, ik geloof zelf ook niet in God. Maar ik geloof wel dat je moet uitkijken. Ik geloof wel in hoop. En hoop vind ik iets om te koesteren. En dus niet om in te zetten op deze haast activistische manier. En dat vind ik een gevaar voor hoop. Waarom zou het een gevaar zijn? Nou, dat heb ik net proberen uit te leggen. Want ja, ik denk niet dat er nog hoop bestaat op het moment dat het een bestelling wordt. Ik denk dat we niet zonder de hoop kunnen. Die karakterisering van Ernst Bloch, tijd is hoop. Het is de kortste definitie van tijd, ooit door een filosoof verzonnen. En het is een definitie die heel eenvoudig lijkt, maar die tegelijk ons een hart onder de riem steekt. Zeker in deze tijden van oorlogen, van grote politieke conflicten, van klimaatscenario, wat vooral de generaties na ons niet boven het hoofd hangt, dat is werkelijk om wanhopig van te worden en niet om nou warm te lopen voor de hoop, hè, zo 1, 2, 3. En juist daarom, lijkt mij, is het nodig om te realiseren dat we als mensen dankzij die verbeeldingskracht, dankzij dat politieke en de dialoog die we kunnen voeren, dat we altijd in die tijd gepositioneerd worden met ook altijd nog een portie tijd voor ons die nog niet is ingevuld en waarin doodeenvoudig de mogelijkheid bestaat dat er iets kan veranderen of verbeteren. Ik heb het juist niet gehad over dogmatische politieke theorieën die we moeten inzetten of achter wiens vadel we moeten gaan aanlopen. Ik heb juist geprobeerd met Arendt dat het subjectieve van de mening, van het standpunt in dialoog met de ander, om dat als misschien een tool te zien om die hoop handen en voeten te geven. Hoe kun je in onze tijd nog hopen als je voor hoop ook een narratief nodig hebt? Als er dus zoveel verschillende narratieven en zoveel verschillende filterbubbels bestaan, waardoor wij elkaar niet meer kennen, dan is het interessant om even terug te gaan naar de nog voorgeseculariseerde tijd. Waarin Kant eigenlijk onze tijd al zag aankomen en tegen ons zei, jullie moeten zelf denken, ook los van de kerk. Maar hoe kunnen we nog steeds blijven hopen op iets beters als iedereen zelf aan denken is, maar niemand denkt samen? Dat is een hele belangrijke vraag. En je weet het natuurlijk dat Arendt daar antwoord op geeft. Ja. Dat kunnen we eigenlijk alleen vanwege die amor mundi. Als we de wereld de rug toekeren, als we allemaal in onze bubbels voor onze beeldschermen, onze YouTube-filmpjes bekijken en nog een zoveelste pizza bestellen en eigenlijk niet meer naar buiten gaan, niet meer naar dit soort avonden gaan, niet meer op enigerlei wijze het gesprek over de wereld voeren.
Dat is bij Hannah Arendt de misschien wat belangrijkste taak voor mensen die binnen een democratisch bestel willen wonen. Voer het gesprek over de wereld, waar dan ook, met wie dan ook, waarover dan ook. Blijf het voeren en blijf onrecht adresseren. Blijf geweld adresseren, blijf je kritische bewustzijn aanscherpen. Dat zijn de aanbevelingen die zowel Hannah Arendt als Rosa Luxemburg ons doen. En ik geloof dat we die echt in tijden als deze ter harte moeten nemen. And then I would like to thank Marcus Wilaschek, Rosanne Hollak, Koen Simon en Joke Hermsen for being here and talking about 300 years of Kant. I hope to see you soon again. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you.